En dat was niet de enige teleurstelling die de Eiffel Towers te verwerken kregen. Al in het eerste kwart raakte routinier Peter van Paassen hier nog scorend geblesseerd. Ik ging achter een bal aan die op de grond lag en iemand anders ook. En die gast die landde op de zijkant van mijn been. En toen boog mijn knie een kant op die hij niet op hoort te buigen. En dat voel je wel even. Ja. Hoe gaat het nu verder? Kijken hoe het vannacht gaat. En dan verder laten onderzoeken en kijken hoe het gesteld is. De wedstrijd zelf dan. De eerste drie kwarten van de wedstrijd gaan beide teams gelijk op. Halverwege is het verschil 1 punt in het voordeel van de Eiffel Towers. Maar in het laatste kwart laten Bossenaren het lopen. De helpside was of te ver weg, waardoor ze makkelijk 2 punten kregen. En aan de andere kant, als we dan weer te ver naar buiten gingen, was het te makkelijk om andere punten te krijgen. En dat was eigenlijk het verhaal van vandaag. En dan lukt het zelf ook even niet, hè? Nee, klopt. Aanvallend, we vonden niet de open man en het ging maar stroef. En dan ga je tegen jezelf spelen op een gegeven moment. En dat hebben we eigenlijk nog niet gehad dit jaar. Daarom is het zaak de boel snel weer op de rit te krijgen. Ik weet niet in hoeverre Leeuwarden aan de max heeft gespeeld vanavond. Maar wij kunnen veel beter. En we moeten van onszelf eisen dat we dat doen. Als zij vrij kunnen spelen zijn ze gevaarlijk. En dat kon je vandaag zien. En wij moeten gewoon de duimschroeven aandraaien. En zorgen dat ze geen ruimte krijgen. De volgende wedstrijd in de halve finale van de play-offs is zondagmiddag in Leeuwarden.